Ik had trouwens een soort van, ja, ik weet niet, gewaarwording pas geleden toen ik televisie aan het kijken was. Ik kijk geen televisie, ik ben een zogenaamde kabelknipper. Snel de domein registreren straks. Wat is dat? Een kabelknipper is, of in Amerika heet het een cord cutter. En dat zijn mensen die niet meer via de kabel of via de satelliet televisie kijken. Eigenlijk dus ook geen mainstream televisie meer kijken, maar zeggen van, weet je wat, we nemen internet en we gaan kijken of we via het internet toffe content kunnen vinden. En ook kopen, als dat moet. Ja. Dus die kijken op Netflix en die kijken Hulu en weet ik van wat al niet meer. Ja, ja. Maar in essentie zijn ze dus zat. Ze zeggen van, ja, we krijgen een heleboel kanalen met allemaal content die we eigenlijk niet willen zien. Ja. En waarom betaal ik daarvoor? Ja, En daar ben ik dus ook. Ik heb ook geen televisie thuis. En dat is vaak ter frustratie van de rond 6 uur zie je Twitter losbarsten met allemaal de wereld draait door opmerkingen. En denk, af en toe denk ik van, weet je, kijk even op uitzending gemist van wat dan die hype dan was. En dan denk ik van, oh god jongens, jullie, het heel schattig dat jullie dat kijken, maar god, wat een afleiding. Jullie kunnen die tijd, die kan je veel beter gebruiken. Ga spelen met je kinderen alsjeblieft. Nou ja. Ja, nee, kijk, het klinkt heel erg denigrerend, maar er is zoveel meer mooie dingen op televisie, ook heel veel entertainment. Op het web? Op het web, ja. 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 Nou, of via andere middelen. En nou goed, één ding wat dus dan opviel, was dat ik dus De Wereld Draait Door dus keek. En daar merkte ik dat een kopje die ik ook al in op een nu.nl zag, dat die gewoon letterlijk werd herhaald. En dat had ik ook, want 's ochtends luister ik af en toe dan nog wel radio. Ja. En daar hoorde ik het ook letterlijk. En dat, zeg maar, aan ANP-feeds zijn dat. Ja, ja. Maar dat is geen journalistiek. Nee, inderdaad. En dat vond ik zo frappant. En het grappige is, John Stewart, dat is een Amerikaanse comediant. Ja. Die maakt televisie. En die doet dat ook met het nieuws. Ja. En die laat dan af en toe zien dat een boodschap dus door een heleboel politici wordt herhaald. Ja. Letterlijk. Ja, en vervolgens, ja, ja. CNN pakt het op en ABC pakt het op. En allemaal herhalen ze letterlijk die boodschap. Ja. En dat is dan de meme van de dag of van de week of weet ik veel wat noemen ze dat dan. En dat is zo opvallend, want dat is het kenmerk dat je denkt van, oké, hier is gewoon geen serieuze journalistiek aan de slag. Maar dat vind ik dus de wat wij zien als klassieke journalistiek, dat wordt, vind ik, het NOS-journaal dat stond bekend vroeger als iets waar je naar keek om geïnformeerd te worden over belangrijke dingen in de wereld. Ja, dat was de standaard. Maar dat is nu ook gewoon een flut ding geworden. Als ik hoor wat voor dingen daar dan de revue passeren, dat is toch te gênant voor woorden. Ja. Hetzelfde geldt voor een heleboel kranten. Er zit nog wel kwaliteitscontent in, maar ik vind het opvallend hoeveel flut content er ook in zit. Ja. En dan wordt er door die kranten en de oude media wordt heel denigrerend gedaan over dingen als bloggen. Maar ik vind eerlijk gezegd heel veel hele interessante informatie bij bloggers juist. Ja. Bij nou ja, de vrije gedachten vooral die ook op blogs ontstaan. Van, oké, dit is in het nieuws. Wat betekent dat nou eigenlijk? Ja. Zeg maar, of zelfs in twijfel trekken. Is dit wel waar? Of is dit wel waardevol? Ja. En dat vind ik inderdaad, bij blogs vind ik dat, zie ik dat vaker. Maar laten we eerlijk zijn, dat zijn vaak ook blogs die we zelf selecteren. Ja, natuurlijk. Dus maar goed, maar we beïnvloeden onszelf ook. Er is dus heel erg veel van dat soort content. Ja. Want wij zitten ook maar in een niche, maar er zijn miljoenen niches. En die hebben allemaal weer hun blogs. Precies. Ja. En ik vind het vooral heel erg, het belangrijkste vind ik dat dus ook de pers af en toe gewoon zo bizar lui is. En aantoonbaar lui. Ja, tuurlijk. En daarvan denk ik van, of er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Of je bent lui, wat ik net zeg. Of je bent een programma aan het afdraaien. Dus iemand van deze en gene, een sponsor, noem eens wat, die tegen jou zegt van, hey, kan je dit bericht gewoon verbeteren, maar overnemen? We hebben het lekker voor je geschreven. We hebben zelfs een videootje voor gemaakt. Dat gebeurt ook heel veel. En je hoeft alleen maar dat videootje uit te zenden en zeggen dat dit is gebeurd. Ja. En dat gebeurt. Ja. En daar moeten we ons van bewust zijn, want dat beïnvloedt ons. Ja.
En daarvan denk ik van, jongens, dan is het goed dat er af en toe wat onafhankelijke media... Oh ja. Boot. Zie je dat? Wow. Zonder dat jullie het missen. Oh ja, trouwens, sorry dat er geen kant B is. De camera die is stuk.